Welkom bij NL Magazine, ik ben Maurice. En ik ben Ricardo. En vandaag gaan we het hebben over de universele laptop adapter. Nou Ricardo, op zich de naam zegt al wat het is. Alleen waarvoor zou ik nou zo'n ding kopen? Nou, wat we doen is, wanneer we een universele adapter aanschaffen, is dat onze eigen adapter van onze laptop defect is geraakt. En dan zou je zeggen, van waarom zou ik dan eigenlijk een universele adapter moeten aanschaffen en waarom niet een adapter die eigenlijk oorspronkelijk bij mijn laptop hoort? Ja. Nou, een van de redenen is ook het stukje, het prijskaartje eraan. Een universele adapter is vaak goedkoper dan een originele adapter. Maar heeft ook wel weer als voordeel, vind ik, is dat je hem ook weer voor een andere laptop kan gebruiken. Oké. Dus het is niet zo dat als ik nou zeg maar, dit is natuurlijk een universele adapter, dat het eventueel een of andere storing gaat geven met mijn laptop. Nee, het is echt gemaakt zodat hij dus ook voor jouw laptop genoeg oplaadt, zodat hij dus ook niet te veel stroom krijgt. Ik zie toevallig staan hier 90 watt. Maakt dat nog uit? 90 watt maakt wel uit. En de reden daarvan is de 90 watt wordt gebruikt voor de modale modellen die we dan eigenlijk overal aanschaffen. Maar gaan we echt naar zo'n laptop dat we nog wel eens zien dat we gaan kijken naar zo'n gamers laptop. Ja? En dan gaan we toch echt wel naar de 120 watt. Als we dan een 90 watt daarop aansluiten, zal je ook merken dat de laptop wel aangaat, maar niet genoeg stroom kan leveren om ook de accu op te laden. Dat is duidelijk. Dus het is wel even belangrijk om te weten, bijvoorbeeld naar je oude adapter kijken. Precies. Daar zie je waarschijnlijk de wattage staan. Ja. En dan gewoon de juiste weer terugkopen. En een hele mooie tip daar is namelijk, er zitten meerdere aansluitpunten, worden erbij geleverd. Oh ja. Past die nou niet goed in jouw laptop, komt dus ook de wattage niet over. En daar hebben ze nog wel goed over nagedacht. Dat is even goed om te weten. Mag jij weer bedanken voor deze heldere uitleg? Heel graag gedaan. En mensen ook weer bedankt voor het kijken. Tot ziens.